protestacties gaan door op het plein. Jongeren niet aanwezig bij protestacties. En water binnenland vervuild. Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe uitzending van je eigen 10 minuten jeugdjournaal. De protestacties tegen de regering Boutersen gaan vandaag door. Op deze tweede dag van de acties hebben zich minder mensen aangesloten om mee te doen met de demonstraties op het Onafhankelijkheidsplein. Protestborden, fufuzela's en mensen die protesteren. Suriname maakt zich klaar voor de tweede demonstratiedag. Gisteren waren er mensen tussen de 1000 en de 1500. En vandaag lijkt het veel minder. Dat had ik ook verwacht hoor. Dat is dus totaal niet erg. Ik weet dat heel veel mensen weten dat donderdag de vakbonden gaan staken. Ik heb ook iedereen opgeroepen om de vakbonden te komen steunen. De mensen moesten werken vandaag, dus ik hou daar rekening mee. Ik kom aan niemands brood. En donderdag ben je er ook bij. Sowieso. Maar er zijn verdeelde meningen en ik respecteer elke mening die er is. Maar mijn mening is, ik wil verandering zien. Ik wil zien dat de regering, ze moeten ons niet het gevoel geven dat ze niet kunnen. Want nu geven ze ons het gevoel dat ze niet willen. Want ook al wat we vragen, ook al wat we doen, die mannen doen gewoon alsof ze doof zijn en ze gaan gewoon lekker door met hun spelletje. Daar gaat het bij om. We willen in communicatie treden met hem. We willen een uitleg. We willen iets zien, we willen beweging zien. Echt beweging, we willen zien dat hij wilt luisteren naar het volk die hem daar heeft geplaatst. Want hetzelfde volk kan jou ook vandaar halen. Ik betaal belasting en werk. Nu gaat de stoet richting Keizerstraat om Aisha te ondersteunen die een aangifte gaat doen bij politiepost Keizerstraat omdat ze eerder op de dag werd bedreigd. Ik ben vanochtend wakker geworden en ik heb via Facebook Messenger een bericht gekregen waarbij een heer zei, of hij vroeg aan mij of ik wist wat een kogelbrief was. En toen adviseerde hij me om vrij snel een kogelvrij vest te kopen. Ik heb het toen gedeeld en de reacties van de mensen was positief. Ze staan achter me. En ik ga het natuurlijk wel serieus nemen, want het is bedreiging. Morgen wordt er weer geprotesteerd en donderdag doen bijna alle vakbonden mee aan de protestacties. Veel volwassenen doen aan de protestacties mee op het plein en laten hun stem horen. Gisteren waren er voornamelijk volwassenen aanwezig die boos zijn op het beleid van de regering Boutersen. Jongeren konden er niet bij zijn omdat ze op school zitten. Op het plein wordt er geprotesteerd tegen de regering. De mensen zijn het oneens dat de prijzen steeds stijgen, zoals van benzine bijvoorbeeld. Ook de jongeren hebben daar een mening over. Ik vind het eigenlijk goed, omdat je moet als mens moet opkomen voor je rechten. Iemand kan niet wat beloven, dat krijg je toch niet. Dus je moet eigenlijk toch opkomen voor je rechten. Als je daar gaat, moet je daar gaan staan, totdat je een verandering ziet. Het is eigenlijk een goed idee, maar het moet sowieso geen nadelen hebben. Hopelijk komt het in het voordeel van het volk. Iedereen zegt dat in een precaire situatie, wat veel minder is, terwijl Suriname eigenlijk op een veel hoger niveau moet zijn. Niet alleen omdat andere landen het zijn, maar omdat Suriname ook weer een betere cultuur heeft. We hebben verschillende culturen, dus we kunnen op verschillende vlakken ons land op een beter niveau brengen. Het gaat sowieso niet goed. Het gaat helemaal niet goed. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de prijzen, vooral de olieprijs die op en neer gaat en de koersen die ook op en neer gaan, zie je sowieso dat het niet goed gaat in het land. Om naar school te gaan heb je geld nodig om bijvoorbeeld de bus te betalen of een broodje of drinken te kopen. Doordat de prijzen steeds stijgen, kunnen de scholieren steeds minder doen met hun zakgeld. Ik voel de situatie wel aan, hoor. Hoe ik het aanpak. Nou, jij gaat minder geld moeten spenden. Ik voel het doordat ik zie hoe mijn moeder omgaat met bepaalde dingen. Niet veel files, er zijn minder luxe in het land. Ik voel dat het niet goed gaat in het land door bijvoorbeeld te kijken naar vroeger. Vroeger bijvoorbeeld, als ik ben iemand, ik hou van mijn mode en zo. Dus vroeger kon ik bijvoorbeeld gaan naar een winkel en ik koop 3 patas in 1 keer. Tegenwoordig moet ik misschien een goedkopere zoeken of maar 1 kopen.
En ook op school bijvoorbeeld kan ik pauzeren, elke dag een drankje en een hapje hebben. Dat laat heeft eigenlijk niet veel te maken met mijn toekomst. Ik moet eigenlijk hard werken voor wat ik wil bereiken. De situatie in het land is sowieso erg, maar als je iets wil, ga je sowieso ervoor gaan. Dus ik denk dat het invloed gaat hebben. Ik maak me wel zorgen, hoor. Maar ik vertrouw toch in mijn toekomst, omdat je gaat hard moeten werken om een betere toekomst te hebben. Als je niet hard werkt, heb je niets. Ondanks de vele oproepingen om mee te doen aan de protestacties, zijn er niet veel jongeren die hieraan meedoen. Ik ga niet naar het plein omdat ik naar de training moet, maar als ik geen training had, dan zou ik wel naar het plein zijn gegaan. Ik ga vandaag niet protesteren omdat ik in de examenklas zit en ik betere dingen heb te doen of andere verplichtingen. Het is niet dat ik niet wil, hoor. Ik wil. Maar er is vaak genoeg geen tijd, behalve dat er geen tijd is. Hier in Suriname, al kom je hier met een hele grote groep bijvoorbeeld van ja, we gaan vandaag staken. Suriname zijn meestal meer met praten dan doen. De kinderen in de dorpen langs het gebied van de Lawa en Tapanahori rivier hebben een groot probleem. Het water in de rivier is erg vervuild. Het water wordt gebruikt om te drinken en te baden, maar dat kan nu even niet. Iedereen heeft water nodig. We drinken het en we gebruiken het om te baden en te koken. Als jij water nodig hebt, kan je gewoon naar de kraan lopen en er komt schoon drinkwater uit. De kinderen in het binnenland kunnen dat niet. Zij zijn afhankelijk van rivierwater en regenwater. Het regenwater, dat als het goed is opgevangen en goed is bedekt, dan is het schoon en veilig om te drinken. De rivierwater echter, dat is heel erg vervuild. Vroeger een beetje minder, maar nu heel erg, doordat er eigenlijk grote mensen dingen doen in de rivier, zoals goudwinning of andere zaken, waardoor dus eigenlijk de rivier vervuild is geraakt. Rivierwater kunnen ze dus dan niet drinken en ze kunnen er ook niet mee koken. Baden zou nog wel kunnen, maar soms gaat dat ook moeilijk. Soms krijgen ze er last van, krijgen ze huidirritaties. En kleren wassen, dat moeten ze sowieso wel doen met rivierwater. Dus zijn ze aangewezen op regenwater. Het ministerie van Volksgezondheid heeft gezien dat het regenwater niet op de juiste manier wordt bewaard. Het is belangrijk dat je dus je tonnen of je bakken waarin je regenwater bewaart, afdekt. Het moet steeds afgedekt zijn en je moet er dus steeds checken dat er geen andere openingen zijn waar er dus bladeren of ongedierte of vuildeeltjes in kan. En we hebben ze dus dan verder ook tabletjes meegegeven. We hebben waterzuiveringstabletten meegenomen. En ook laten zien hoe je die kan gebruiken, zodat je dus water dat je uit de kreek hebt gehaald, dus helder water, of uit de kreek of van regenwater, weer veilig drinkbaar kan maken. Van deze kleine tabletjes gooi je 1 in 4 liter water. Dit water moet je dan goed schudden en na een half uur is het drinkbaar. Nu is er voldoende water wanneer het regent. Een probleem echter hebben ze wel wanneer het niet regent. Want we hebben ook al gezien dat er te weinig opslagcapaciteit is. Dat is een geweldig woord, maar het gaat erom. Dus dat je in elk geval goed veel grote bakken moet hebben. Of grote tonnen of andere grote bakken om het regenwater te bewaren. Zodat je het ook hebt wanneer het niet regent. Dus dat is er nog te weinig. Het is niet zo makkelijk. Ja. Dus daarom, kinderen in de stad of kinderen die allemaal, want er zijn ook een paar plekken die niet in het binnenland zijn, maar de kinderen hebben geen kraanwater. Wees zuinig met water. De overheid gaat nu kijken als ze meer tonnen om regenwater op te vangen kunnen sturen naar de dorpen. Verder zullen ze nadenken over een grote machine die water kan zuiveren. Op die manier zullen de mensen dan genoeg water hebben voor hun huishouden. Fijn dat je weer hebt gekeken vandaag. Welterusten voor straks en tot morgen. Doei doei!